De voorbereidingen voor het seizoen 85 begonnen uitzonderlijk vroeg. Het RAS-team stelde in januari al zijn auto's en de nieuwe tweede piloot Jean-Louis Dumont voor in de sneeuw van het Zuid-Franse La Plagne. Plezier en spektakel werden daardoor dus gegarandeerd. Vorig jaar was deze Porsche 911 SCRS nog de ideale auto om Belgische rallies te winnen. Maar in 85 zou hij beduidend meer concurrentie krijgen van onder meer deze Lancia Rally 037, 330 pk sterk en bedacht met een optimale wegligging. De Porsche bleef met zijn 320 pk de voornaamste challenger in deze groep B, voorbehouden aan speciaal voor wedstrijddoeleinden gebouwde auto's. Ze zijn doorgaans tussen de 250 en de 350 pk sterk, maar de oude Escort of de kleine Visa moeten het met veel minder stellen. Auto's als de Quattro of de Peugeot zijn voorzien van vierwielaandrijving. En op die Peugeot of ook op de Renault Maxi kan je duidelijk de aerodynamische hulpmiddelen bemerken die de moderne rallywagen sieren. Men vroeg zich af wat er van de Boucle de Spa zou geworden na het schielijk overlijden van de felomstreden wedstrijdleider Alphonse Deletre. Maar de routine van zijn clubgenoten en het met de paplepel ingegoten organisatietalent van zijn zoons zorgden ervoor dat de klassieke winterse première van het internationale rallykampioenschap tot een geslaagd evenement uitgroeide. Alleen al de aanwezigheid van vier uitzonderlijke vedetten garandeerde een goed vertoon. De Quattro's van Harald Demuth en voormalig wereldkampioen Björn Waldegaard, evenals de Nissan van Pentti Airikala, zouden de Belgische top bestoken, terwijl Per Eklund het in zijn Corolla tegen de beste in groep A kon opnemen. Die Belgische top werd gevormd door de tweevoudige kampioen Patrick Snijers in zijn nieuwe Lancia, de Porsches van Droogmans en nieuwbakken RAS-teamlid Dumont, evenals aankomend talent Regin Steyr, terwijl Marc Duet occasioneel met de officiële Mazda RX-7 zou te zien zijn. En Guy Consoul zich alweer een seizoen lang de tanden zou stuk bijten op de veel te sterke tegenstand. Eklund van antwoord te dienen, werd gerekend op kampioen Lagheb en zijn challenger Goedezeune, evenals op Dirk Vermeers en zijn nieuwe Corolla. Ereplaatsen bleven binnen het bereik van Van der Maze en zijn Ascona, Rotaert en de Dumont Nissan 240 RS,
evenals de Tsjechische Skoda's van Kvajzar en Krejcek. Maar Spa bleek alweer een moordkuil. Patrick Snijers geraakte amper twee proeven ver. Nou, we hebben 8 of 9 minuten stilgestaan. Ik heb een beetje aan de ontsteking geprobeerd. En toen is hem terug in gang gegaan, de auto. En nu zijn we hier stilgeraakt. En, dus het moet daar eens een klein onbenulligheidje zijn, maar het is niet mogelijk van te maken. Consul knalde in de niet verwachte sneeuw tegen een stapel gevelde bomen, Droogmans op een brugpijler, Dumont werd uit koers genomen en Eklund kraakte de ontsteking. Het werd voor zowel deelnemers als toeschouwers een vreselijke nacht. Gezien de weersomstandigheden was er weinig in te brengen tegen de integraal aangedreven Audi's Quattro van Harald Demuth en Björn Waldegaard. Demuth was er door Audi op uitgestuurd om de Europese rallytitel te versieren en Waldegaard was door Belgateam ingehaald ter ondersteuning van de vaste troepen. Deze Zweed kon zijn gebrek aan ervaring met die vierwielaandrijver echter niet door zijn talent compenseren en was tevreden met een tweede plaats. Toen hij echter als een beginneling van de baan dook op Francorchamps, kwam een ronduit schitterende duet in zijn Mazda wankel gevaarlijk dicht in de buurt. Bernard Münster reed zonder twijfel de wedstrijd van zijn leven door met zijn gloednieuwe halfklare 80 Quattro het Belgische heer vooraf te gaan met Van der Maze en een knappe Vermeers als overgebleven outsiders. Net daarachter verbaasde de jonge Tsjech Krejcek eenieder met zijn kleine officiële Skoda, terwijl de goede oude Fritzinger zijn ervaring etaleerde en in het spoor bleef. Regionalen als Michel Dumoulin en Jacques Dortu hadden zich intussen al een plaats in de top 10 bevochten. Van dan af leek iedereen zich op het consolideren van zijn positie te willen concentreren. Demuth en Waldegaard vertraagden, vermits het onderlinge verschil toch al zo een 20 minuten bedroeg. Terwijl Marc Duwé zich tot publiekslieveling opwierp en voortdurend voor gedurfde maar gecontroleerde schuivers zorgde. De jonge West-Vlaming Münster besloot naar het einde toe alles in het werk te stellen om zijn eerste groep A-plaats te behouden en liet de Tsjechische Skoda-rijder Krejcek, die in tegenstelling tot al de rest over precies het gepaste bandenmateriaal leek te beschikken, nog gevaarlijk dicht in de buurt komen. Ook Dirk Vermeers was ruimschoots tevreden in zijn sponsorloze Corolla, zijn Duitse opponent sneller afgeweest te zijn. Terwijl Van der Maze zijn laatste Ascona-optreden meer dan behoorlijk voltooide. Toen Dumoulin motorpech kreeg, kwam de nieuwe challenge voor Dortu van de eveneens voorwiel aangedreven Samba van de Mevius, terwijl de nog piepjonge Regent Steyr een zeer moeilijke première met de Gabon Porsche beleefde en vanuit de onderste regionen terugkwam om op een 11e plaats te stranden.
De Gedes Artiest bleef een van de klassieke attractiepolen in Spa en is tevens het ideale ogenblik om de top 10 nog even de revue te laten passeren. Wie er te snel gaat, loopt het risico zijn ontsteking te ontregelen. Wie er te traag rijdt, krijgt het gejouw en gejoel van een ontevreden publiek te verduren. Demuth viel er even stil. Het begin van zijn problemen, want hij zou een zekere overwinning moeten laten liggen toen het hoogspanningsnet van zijn quattro alle verdere dienst weigerde en hij de bloemen naar zijn opponent Björn Baldegaard moest doorspelen, een onverwachte pluim extra op diens toch al rijk versierde hoed. De Circuit des Ardennes in en om Dinant heeft ongetwijfeld het mooiste parcours dat het Belgische seizoen een piloot kan voorschotelen. Maar organisatorisch stelt het jammer genoeg niet steeds evenveel voor. Het kleine Bouvigne was absoluut ongeschikt om een rally te ontvangen. Ook al verschenen enkel de nationale topjongens op het appel. Maar tussen Snijers en Droogmans, Dumont en Colsoul kon het precies in de Ardennen spannend worden. Nadat Snijers in Spa amper enkele kilometer ver was geraakt, wilde hij kost wat kost bewijzen dat de negatieve geruchten die zijn Trecazelle Lancia betroffen op niks stoelden en hij best in staat zou blijken een rally te winnen. Op het ogenblik dat hij een kleine minuut voorsprong telde, reed hij echter lek en moest de leiding in de wedstrijd aan de twee Belga Porsches laten. Die vochten een verbeterd duel uit, waarbij het letterlijk om seconden ging en het onderlinge verschil bedroeg bij de nachtrust slechts 27 eenheden. Colsoul deed wat hij kon, maar moest lijdzaam toezien hoe de jonge Regensteer zich met zijn Gabin Porsche stelselmatig verbeterde en hem uiteindelijk ook voorbij trok bij het ingaan van de derde ronde uit dat eerste deel. Ook Van der Maase had zich in dit gevecht moeten mengen. Maar de koppakking van deze bij Colsoul gehuurde Manta 400 verhinderde meer en beter. Na zijn opgave in Spa
was regerend groep A-kampioen José Lagep vastbesloten zijn tegenstanders de ware weg door de Ardennen te wijzen. En van meet af ging hij voor de concurrentie uitrijden. Ook Jean-Pierre van de Wouwer moest na zijn mislukte Spa-uitstap nog alles bewijzen in zijn gloednieuwe Audi Quattro, maar dat bleek geen sinecure. En toen hij dan bovendien lek reed, verloor hij de aansluiting op Larep, Goede Zeune en deze Vermeers, die met de meest bescheiden middelen aan het seizoen was begonnen. Maar zijn titelaspiraties ook in Dinant dik onderlijnden. Het Nederlandse Opel dealerteam was volledig van personeel veranderd en pakte in 85 uit met Limburger Henk Vossen en de snelle rijkswachter Paul Maaskant in een gloednieuwe Kadett GSI. Net voor het slapen gaan kon Guy Kolsoel voor het eerst een balans opmaken. Het zijn te veel rechte stukken en de topsnelheid speelt zo'n grote rol dat die Porsche zo... Ze zeggen, die zijn zo bevoordeeld dat die 210 kronen doen per rechte stuk en waar wij maximaal 180 kunnen doen. Daar zijn we dus enorm benadeeld. Maar in het bochtenwerk gaat het, daar kunnen we ons wel meten, maar het weegt niet genoeg af tegen die rechte stukken. In en rond Dinant gaat het zeer, zeer snel. En het duel tussen de twee leidende Porschisten, Droogmans en Dumont, was er één dat Enides aandacht vroeg. Robert had zich tot de tanden gewapend om de aanvallen van zijn team en streekgenoot Dumont af te slaan. Maar deze laatste wilde zich niet enkel tegen de terugkeer van Snijers verzetten, maar bovendien ook het bastion van zijn kopman bestormen. Snijers had intussen al een halve minuut van zijn achterstand afgeknabbeld en was Dumont al voorbij gegaan. Op weg naar Droogmans, die nog zo'n seconde of 10 over had. Thierry Regensteyr ging steeds beter rijden, koos zijn eigen tempo en hij had geen moeite met Guy Kolsoel, die zich pijnlijk bewust was van zijn gebrek aan power. José Lagep had zich s'nachts een twintigtal seconden voorsprong op Gabi Goedezeune weten te vergaren en hij hield dit verschil met beide handen vast, hoe goed de Alfa-rijder ook zijn best deed. De Brit Ian Corkill trachtte zijn gebrek aan parcourskennis te verdoezelen, maar moest uiteindelijk toch plooien voor de druk van Toyota-kopman Vermeers, die de aanvallen van Van de Wouwer deskundig pareerde, maar hierbij werd geholpen door een zichzelf in moeilijkheden brengende Audi-rijder. Jean-Louis Dumont, de slager uit Warem, liet bij de service nog eens alles nachecken en geloofde sterk in een terugkeer op zijn ploegmaat Droogmans. Pour nous tout se passe bien. On a fait une journée en toute sécurité hier parce que avec la voiture, j'ai seulement pris pas le maximum du régime, j'ai seulement pris 7000 tours, 7002 hier alors qu'on peut prendre 7006. Et pour nous tout se passe très bien parce que bon, on est à une vingtaine de secondes de Robert et c'est sans problème. De Heimbach service mensen vermochten het niet Kolsoel de ontbrekende paarden via een mirakel ingreep toe te schuiven. Terwijl er bij Snijers niet het minste probleem kon ontdekt worden, tenzij die ene schuiver op het snelheidsomloopje van Aschen. Alles wees er op dat ogenblik al op dat Snijers bij gevolg naar zijn eerste overwinning zou stevenen. Daaraan zou een verwoed kampende Droogmans niet kunnen ontkomen. Te meer daar hij even later de wedstrijd zou verlaten nadat zijn vriend en medestander Jean-Louis Dumont zijn felle secondejacht met de dood zou bekopen toen hij op Natois 2 op een elektriciteitspaal ging. Op die manier verdween een van de grootste Belgische rallyrijders uit de geschiedenis, een vechtjas van het zuiverste gehalte
die zich pas voorbij de finishvlag minder gewonnen geven. Daartegen kon een naar maturiteit zoekende Regin Steyr niets inbrengen, ook al deed hij nog zo zijn best. Dat deed ook Guy Colsou, met een paar schuivertjes tot gevolg. José Larep is ook zo'n harde, die vrijwel zonder spektakel recht naar enorme hoogte reikt en daarbij zijn groep A-tegenstanders gewoon het nakijken geeft. Het schitterende motorgeluid kon de gewichtshandicap van de goede Zeune Alfa niet helemaal wegwerken en al helemaal niet op dit remmenvredende Ardeense parcours. Om de ereplaatsen in die groep A gingen tussen een trio bestaande uit Dirk Vermeers, Jean-Pierre van de Wouwer en de Nederlander Paul Maaskamp. De Antwerpenaar zou daarbij uiteindelijk aan het langste eind trekken, al was de Audi-rijder uit Verviers bijzonder sterk teruggekeerd na zijn problemen van de vorige dag. Maaskamp was altijd al een razendsnel voortractierijder, maar wist zich op dit parcours bij voorbaat geklopt door het gebrek aan paarden en motriciteit. In groep N zou de ervaren Jean-Marie Lurquin toch nog moeten inbinden voor een even snelle als spectaculaire Didier Rary. Beide reden goed voorbereide Corollas. Aan de finish zouden Eddy Verkouteren en Henk Vossen met hun Mantas de top 10 volmaken. Beide debuteerden met de nieuwe wagen, de ene volledig privé ingezet, de andere als trekpleister voor het Nederlandse dealerteam. Vossen kende echter meer aanpassingsproblemen. Michel Dumoulin is ongetwijfeld een groot talent, maar hij is nog meer de lieveling van het publiek. Duidelijk het gevolg van zijn gewaagde rijstijl die borg staat voor een portie spektakel. Ook Jacky Dortu was voor de tweede keer in twee rallies in de top 10 terug te vinden. Een prestatie zonder weerga voor deze met budgetproblemen kampende Fiat-rijder, die tot de laatste KP's werd voorafgegaan door Bernard Münster. Deze viel in de dichte mist, die het slot van de wedstrijd nog kwam bederven, zonder licht en moest opgeven. Het groep A-eremetaal was voor Maaskamp en Dirk Vermeers nog niet weggelegd, maar terwijl de eerste bijzonder tevreden op zijn eerste wedstrijd met de wagen kon terugblikken, verscheen de andere, bij wijze van grote verrassing, korte tijd aan de leiding van het algemeen kampioenschap. Jean-Pierre van de Wouwer had intussen, net als Robert Droogmans, vrijwillig opgegeven als eerbetoon aan zijn betreurde teamgenoot Jean-Louis Dumont. In eerste instantie was Gabi Goedezeune zeer tevreden met zijn tweede plaats in de groep. Zijn Alfa kende nog nukken, maar die zouden tegen de volgende beurt wel weggewerkt worden. Onverwacht werd hij vervolgens tot winnaar uitgeroepen toen José Larep door de technische controle niet conform werd verklaard. Nadat er op de Lauter Ascona een verkeerde soort rembeleg werd gevonden. Enkele maanden later werd Larep in beroep overigens van deze blaam gezuiverd. Guy Colsou had schijnbaar vleugels gekregen, toen bleek dat hij plots voor een mogelijke tweede plaats zat te strijden. Regin Steyr weerstond echter zeer knap
en wist zich vooral in de mist opnieuw van Kolsoen los te rukken. Patrick Snijers won probleemloos met ruim 5 minuten voorsprong zijn eerste wedstrijd. Maar er was weinig vreugde bij deze zege. Dat kon ook niet in het licht van de gebeurtenissen. Voilà. Moteur arrêté. Toute l'équipe Baston c'est là. Tous les supporters, les spectateurs de ce circuit des Ardennes. Alors à la mémoire de Jean-Louis, une minute de silence, s'il vous plaît. Attention, s'il vous plaît, dégagement du podium pour permettre que le lanceur... De TAC-rally in Tielt werd aanvankelijk door een fikse regenbui geteisterd, met het gevolg dat de openingsproef op het rallycross-circuit Mandes in Ingelmünster in een waar modderfestijn uitmondde. Wij laten u even meegenieten van dit ballet, waarbij Snijers 26 seconden toegaf aan Droogmans, die zelf 11 eenheden trager was dan Olivier Tange in zijn 80 quattro. Vital Budo had weer een Mercedes 500 SLC in handen gekregen, maar de voormalige rallycrosser had niet de gepaste banden om Mandes te verteren. Zijn Mercedes-boot hinderde bovendien de R5 van Lars-Erik Walfridsson, ook al een voormalig rallycrosser, wat bovendien in extra tijdverlies resulteerde toen de radiatoren dienden gezuiverd te worden. Flori Roodhaard was weer van de partij, maar verloor al meteen een pak tijd door langs de baan te gaan parkeren, terwijl Dirk Vermeers zijn gloednieuwe sponsor geen plezier kon doen. De motor gaf nooit zijn optimale rendement en Dirk werd tot opgave gedwongen voor het eerst na een reeks van 20 opeenvolgende ereplaatsen. Eens de klip Mandes omzeild, ging Snijers op jacht naar de kop. En nog voor het einde van de eerste ronde telde hij 15 seconden voorsprong op een alles op alles zettende Robert Droogmans. Guy Kolsoen voelde zich ondanks het voor hem nadelig parcours uitstekend in zijn schik toen hij na amper 5 proeven van Regan Ster bevrijd geraakte toen deze zijn Gabin Porsche over de kop smeet. In groep A was Goede Zeune aan een thuiswedstrijd toe en hij maakte er dan ook het beste van door na de eerste ronde in 4e stelling door te komen voor de R5 van Walfridsson en de Audi van een knap gestarte Tange die voor het eerst met zijn groep A Audi uitpakte. Pierre Dumoulin beleefde maar weinig vreugde aan zijn kadet toen het differentieel brak en Paul Lietaar zou ook al niet zoveel verder komen toen de achterbrug begaf. José Larep deed zijn uiterste best om terug door de rangen op te klimmen naar de top,
En dat moest ook de Duitser Hohenester doen, nadat hij bij het koersbegin meer tijd langs de baan had doorgebracht dan erop. Budo had problemen om zijn stoomboot op de baan te houden. En Florrie Rotaert begreep maar niet waarom zijn auto voortdurend een andere koers aanhield dan hij voorzag. Tot bleek dat de voortrein uit de haak stond. Jean-Claude Probst was naar Tielt gekomen om de escort in groep B te laten debuteren en af te stellen met het oog op komend groep A-werk. Zijn tijden waren veelbelovend tot de fragile mechaniek begaf. Dat overkwam ook de jonge Zweedse junior Stig Olaf Wolfritsson, broer van de ander. Intussen gaf niemand de ander een duimbreed toe en werd op het scherp van de snee om seconden gevochten. De Lancia creëerde een steeds grotere kloof tussen zich en de Porsche, maar had daarbij wel enkele schuivers van Robert Droogmans nodig, toen die op de Poelbergweide tweemaal na elkaar tijd ging verliezen. Gikol Soel trok zich van die strijd maar weinig aan en bleef tevreden op de derde stek zitten met een pak voorsprong op Goede Zeunen en Lars-Erik Walfritsson die onder elkaar van plaats verwisselden dat het een lust om volgen was. José Larep keerde intussen terug uit de diepte van de rangschikking en bond de strijd aan met één ieder die hij op zijn weg ontmoette. Vital Budo en Alfons Hohenester vervolgden hun kruisweg tot het bittere einde. Dat was geen eenvoudige opdracht. Vermits de ene zijn automatische Mercedes nooit van de goede banden kon voorzien, terwijl de andere te onvertrouwd was met het West-Vlaamse beton. Bij het vallen van de nacht werd de strijd afgebroken voor een verdiende pauze. Patrick Snijers leek, gezien zijn voorsprong, naar een comfortabele zege te rijden, maar Robert Droogmans deelde die mening niet. Verderop volgde Gikol Soel geïsoleerd derde. Om de ereplaatsen was het laatste woord nog niet gezegd. Goede Zeunen zou de handen vol krijgen naarmate de wegen opdroogden, maar hij verkeerde in een begenadigde vorm en hield de R5's van de Zweed Walfritsson en de Fransman Bernard Maton, twee habitués van de TAC, op een afstand. Verderop liep het eigenlijk niet zo best. Lietaar stopte toen de achterbrug begaf. Larep kon slechts mits onverdroten inzet terug in de top 10 geraken. Hohenester moest vanaf de 17e plaats aan deel 2 beginnen, omdat hij zoveel fouten had gemaakt en zich hopeloos belachelijk gemaakt voelde. Ook Vital Budo en Florrie Rotaert zouden we aan de aankomst niet meer terugzien. Geen problemen voor Snijers en Consul, die vol vertrouwen het tweede, kortere zondaggedeelte tegemoet blikten. Hun auto's verkeerden in bovenste beste conditie. Patrick Snijers zou zijn voorsprong nog gaan vergroten, ook al deed Robert Droogmans nog zo zijn best. De Kozenaar leverde hoe dan ook het bewijs dat Snijers dit seizoen niet, zoals aanvankelijk gevreesd, naar monotone overwinningen zou kunnen rijden.
De kampioen uit Herk toonde anderzijds aan dat zijn Lancia echt betrouwbaarder was dan werd verwacht. Consul kon niet meer voor of achteruit in de stand en verkoos bij gevolg het publiek ter wille te zijn door onafgebroken voor het spektakel te zorgen. Het was een spijtige zaak voor Gabby Goedezeune dat hij zondagochtend niet kon blijven weerstand bieden aan de veel sterkere Renaults van het buitenlandse gezelschap dat stelselmatig oprukte en daarbij een beetje spektakel en een bluts en een buil niet schuwde. Larep had zaterdag te veel tijd verloren om Goedezeune nog te kunnen bedreigen. En precies op dit soort West-Vlaamse wegen moest de Luigi Alfa zich beter voelen dan de Lauter Ascona. Er vielen toch nog enkele verrassingen te noteren. Onder meer van de hand van Olivier Tange, die ijzersterk debuteerde in zijn quattro en de moeilijkheden niet uit de weg ging. Dan was er ook de combinatie terrein-persijn, die de snelste bleken van de privé ingezette Ascona's 400. Een minder goede verrassing leverde ons Van de Wouwer, die zelf niet begreep wat er nu precies aan de hand was en zich de tanden brak op Tangen. Louis Mast was al sedert het seizoenbegin van de partij. Hij finishte in Tielt knap tweede na de familie Lambert. Michel Dumoulin zat bijna door zijn beschikbare fondsen heen, maar schuwde nog steeds het spektakel niet om verdienstelijk 14e te worden, net voor Balkaan met zijn Ascona 400. Hohenester wist zich iets verder naar voren te werken, maar was niettemin ontgoocheld over zijn 12e plaats, waardoor hij iets beter presteerde dan de Fransman Vertuel in de R5. Jan van den Bergen haalde de top 10 net niet, al reed hij een knappe rit. Terrein zette zijn auto wel in de kopgroep en dat was in de TAC, gezien de moeilijke omstandigheden, bepaald geen gemakkelijke opgave. Jean-Pierre Van de Wouwer zag het niet zo goed meer zitten. Zijn RAS-versie werd immers geklopt door een dond Audi, zonder dat daar een aanvaardbare verklaring voor kon worden gegeven. José Larep snoept nog een groot stuk van zijn achterstand op een rustig rondsturende Goedezeune af, maar voldoende was het niet om de Alfa-rijder alsnog voorbij te geraken. Bernard Maton en Lars-Erik Walfridsson zijn in Tielt steeds graag geziene gasten geweest. En ze hebben er ook altijd het beste van zichzelf gegeven. Ook nu bewezen hun ereplaatsen weer wat ze waard zijn. Guy Consul was dik tevreden met zijn nieuwe derde plaats. Maar zijn ruim 8 minuten achterstand op de leiders bewijst dat hij gewoon veel te kort kwam. Robert Droogmans toonde alweer aan dat hij er zou staan wanneer de Lancia ook maar de geringste verzwakking zou vertonen. Dat was in de finale van de TAC nog even het geval,
toen het oliepeil van de Lancia op kelderniveau zakte en het rode verklikkerlicht het duo Snijers-Kolenbunders IJzona een hartaanval leek te gaan bezorgen. Met slechts de allergrootste moeite hees de Lancia zich op het podium voor de tweede seizoenspalm aan het einde van een knappe rit. De Rallye de Wallonie is een samenvoeging van de Ronde de Nouveau-Namur en de 500 kilometer van Ardennes en bij gevolg een soort monsterorganisatie. Het intrinsieke nadeel daarvan is het opsplitsen in twee centra, het gebrek aan sfeer en vooral een teveel aan zinloze kilometers. Maar dat het parcours zelf wel mooi is, getuigen deze beelden van de nationale top voor de gelegenheid weer aangedikt met de Manta van Van der Maas. De groep A beloofde alweer uit te monden in een tweestrijd La Rep Goede Zeune, maar deze laatste kreeg in de spectaculaire maar zinloze proloog op vrijdagavond een lekke band en vertrok al bij voorbaat met 1 minuut achterstand aan het serieuze werk. De rangen werden overigens versterkt door TAC-koersdirecteur Ivan Vianen in een Ascona, terwijl de prestaties van Proopst in de nieuwe Escort van nabij dienden gevolgd te worden in afwachting van de homologatie tegen Ieper. Vooraan werd voor één keer niet de gebruikelijke volgorde aangehouden. Snijers zat weliswaar voorop en Droogmans volgde relatief dicht, maar Guy Consoul had zich eens goed schrap gezet en hij bleef voor Regin Steyr uitdraaien. Door de steekasbreuk van Van der Maazen kon La Rep zijn Ascona iets naar voren schuiven. Maar vreemd genoeg kwam de Limburger niet eens meer zo snel langs zij. In groep A waren het Vianen en Vermeers die zich lieten opmerken naast de top 2. Deze laatste werd echter geremd door voortdurende mechanische problemen. Ook Émile Tollet en Michel Dumoulin spelen in dit hoofdstuk mee. Terwijl Robert Droogmans in deze Wallonie meende Snijers te kunnen bedreigen, was het de Lancia-rijder die zich gestaag verder losrukte op de concurrentie. Regin Steyr bleef rustig. Hij reed zijn laatste wedstrijd aan het stuur van de Gabin Porsche en mocht overstappen naar de RAS-versie, waar hij in officiële dienst kan rijden. Met de Gabin-wagen behaalde de jongeman echter knappe resultaten. 1 overwinning in de nationale rally van Hanuit en een 2e plaats in Dinant.
Toen sneeuw en regen hun opwachting maakten, was het voor de Porsches en de Manta al helemaal gedaan. Tegen de uitstekende tractie van de Lancia was in die omstandigheden weer helemaal niets in te brengen. In diezelfde zin werd een terugkeer van de drie aanwezige quattro's verwacht. Maar daar kwam niets van in huis. Zeker niet toen Van de Wouwer de achterbrug brak en Münster de voortrein plooide. Goede Zeune zou overigens wel nog wegvallen met achterbrugschade. In de spits van het gebeuren viel Colsoul in de nachtelijke uren nog wel terug toen hij 3 minuten verloor door een lekke band en Regensteer moest laten voorgaan. Daarmee waren de problemen voor Guy Colsoul nog lang niet ten einde. Het zondagtraject bestond uit nog eens 2 omlopen en in de eerste daarvan zou de Landense Opelrijder de gaskabel breken en 4 minuten verliezen. Op die manier konden ook Valère van der Maze en José Larep voorbij. Deze laatste kon de terugkeer van de 2 sterkere Mantas echter niet voorkomen. Larep was veel meer begaan met de uitslag van de groep A, waarin hij opnieuw triomfeerde met ruim 10 minuten voorsprong op Ivan Vianen, die nogthans niet in optima forma aan de wedstrijd was begonnen. Vermeers werd nog derde, ondanks menigvuldige problemen. Guy Colsoul moest zijn merkgenoot Van der Maze in een auto van zijn supportersclub laten voorgaan. In de top 3 bevestigde Regensteer nog eens. Al was hij 8 minuten trager dan Droogmans, die zelf met bijna 4 minuten moest onderdoen voor Snijers, die daarmee een perfecte hat-trick scoorde. Groep A-auto's zijn verbeterde toerismewagens, tenminste 160 pk sterk en een enkele keer ook meer dan 200, zoals de Volvo of de Alfa. Aan dit type van wagens mogen motor, aandrijfaggregaat en interieur aan de wedstrijdvereisten worden aangepast. Op voorwaarde dat die veranderingen zijn voorzien in een speciaal door de sportinstanties voorziene homologatiefiche. De toekomst in deze groep ligt bij de voor- en vierwiel aangedreven wagens, maar in 85 was vooral de oeroude Ascona nog de te kloppen auto. Het absolute jaarlijkse hoogtepunt in zaken spektakel
is de Lotto Haspengouw Rally. Niet de leukste of de mooiste voor de rijders, wel voor het publiek. Ook al omdat de organiserende club Mirage er telkens jaar in slaagt een pleiade aan buitenlands materiaal aan de start te brengen. 1985 was wel van een bijzonder gehalte. Door de aanwezigheid van safari-winnaar Juha Kankkunen in een officiële Toyota Celica Twin Cam Turbo in de kleuren van Belga Team. Hij was het die de Belgische troepen op hun efficiëntie zou schouwen. Van de Zwitser Keller kon je een ereplaats verwachten, terwijl de Brit Warsick met zijn Ferrari voor de exotische noot moest zorgen. Een andere interessepool betrof de overstap van aankomende ster Regin Ster naar het RAS-team, die daar de opdracht kreeg op zekerheid te rijden en het vak te leren. De vele rechte stukken en haakse wegveranderingen op de Haspengouwse verkavelingswegen speelden in het voordeel van de intussen paradoxaal om zijn betrouwbaarheid bekend geworden Lancia van Snijers, die alweer enkel de tegenstand van Robert Droogmans te duchten had. Vrijdag twijfelde de Finse superster Kankkunen nog in de bandenkeuze, met af en toe een foutje tot gevolg, maar wat hij met zijn Celica liet zien was ronduit grote klasse. Daartegen had Guy Consul gewoon niets in te brengen. Te meer dat hij zich in de thuiswedstrijd wat overtrof en een minuut of drie door een veld ging zitten ploegen. Regin Ster paste zich rustigjes aan zijn nieuwe auto aan en mocht de hoofdblok van deze wedstrijd vanuit vierde stelling aanvatten, terwijl Warsick in zijn gele Ferrari veel dieper in de rangschikking was terug te zoeken. De ervaren Duitser Brack stuurde zijn fragile Porsche Turbo omzichtig maar snel voorbij de Landense hindernissen op weg naar een goede uitgangspositie voor het zaterdaggedeelte. Hij was ietsje sneller dan een quatuor bestaande uit de eeuwige groep A-leider Larep, de Zwitser Keller, Manta-rijder Van der Maase, die al heel snel zijn achterbrug moest vervangen, en Hubert Consul, broer van de andere en lieveling van het lokale publiek. De groep A-tegenstand kwam in feite van Dirk Vermeers. Maar het was Van de Wouwer die in de rangschikking voorop stond, door een paar foutjes van de Antwerpenaar, terwijl Gabby Goedezeune al meteen na de start had moeten opgeven met motorpech. De Opels van streekrijder Herwig Nelissen en de Finn Maikinen werden op die manier naar tweede plansrollen verdrongen. Ook zaterdagochtend stond er weinig maat op de Lancia overmacht. En een griepelige Droogmans kon enkel hopen op een foutje van zijn tegenstander. Juha Kankkunen van zijn kant begon de verkavelingswegen steeds meer te appreciëren en draaide regelmatig een snelste tijd op een proef. Regin Ster maakte geen enkele fout en kweet zich voortreffelijk van zijn taak, terwijl voor Brack de zwanenzang was ingezet en de motor zou begeven. Limburger Van der Maase wilde in deze Haspengouw schitteren, maar hij was bloednerveus aan de start verschenen en niets leek te willen lukken tot hij zich zaterdagmiddag stabiliseerde op een zesde plaats. José Larep wist zich van elke tegenstand ontdaan
en bleef rustig tempo rijden, waarbij hij geen problemen had met het voorbijlaten van de groep B-manta van Guy Consul, die een tijdje door broer Hubert werd voorafgegaan. Renault-rijder Keller en Jean-Pierre van de Wouwer zouden die ochtend nog van stelling verwisselen, terwijl Dirk Vermeers moest opgeven met versnellingsbakproblemen en Herwig Nelissen zich steeds verder naar voren zou werken. Ook in Landen bleek de Italiaanse Lancia van het Tre Gazelle-team de ideale partner voor tweevoudig kampioen Patrick Snijers, die uitzicht kreeg op een nieuwe Europese zege, iets wat de laatste drie seizoenen niet meer was voorgekomen. Telkens weer werd hij door pech op het nippertje van een zege gehouden, dikwijls ten voordele van Robert Droogmans, die zelfs in het buitenland ging winnen. Geleidelijk aan werden de onderlinge verschillen duidelijker. Grote vedette Kankunen kampte met een forse krachtenverspilling telkens hij een haakse bocht uitkwam. De Toyota bulkt zowat van de power, maar kan ze via de aangedreven achterwielen niet steeds even efficiënt kwijt. De Porsche van Regensteer is wat dat betreft een stuk beter, gezien hij de motor bovenop de aangedreven achterwielen heeft zitten. De mantas van Van der Maase en Consul hebben veel minder last van dit fenomeen, omdat ze hoogstens 270 pk hadden over te brengen. En dat zijn er zo'n 100 minder dan de Toyota of 50 minder dan de Lancia en de Porsche. José Larep en zijn co-piloot Joseph Lambert werden in Landen eigenlijk wat te veel met rust gelaten. Hun Lahouter-preparaat bleek de beste garantie voor probleemloos rondtoeren. Ook Hubert Consul kon daar met zijn groep B Ascona niets aan veranderen. Maar in zijn doldrieste pogingen ging hij daarbij uitgebreid in de kreukels. Van de Wouwer en Keller bleven op hun stellingen en Herwig Nelissen kreeg geleidelijk aansluiting met de top 10, een hele prestatie gezien deze privérijder zich moest behelpen met een hele zware en amper 200 pk sterke Ascona. Inja Snoek was nog eens van de partij in die kopgroep, maar ditmaal met een Ascona groep A. Hij moest echter lijdzaam toezien hoe de Zweedse junior Ulf Sandin vanuit de achterste regionen aan een opmerkelijke remonte bezig was. Snijers kon zich ook zaterdagmiddag nog niet helemaal uit de greep van zijn achtervolgers losmaken. Te meer daar Droogmans op geen enkel moment wat stoom kon aflaten, omdat Kankunen zo bleef opzitten. Toen deze laatste problemen kreeg met de inspuitcomputer, konden beide koplopers wat herademen. De klassementsproef op het militaire vliegveld van Brustum is al enkele jaren een van de voornaamste publiektrekkers in de wedstrijd. Waarom dat zo is, bewijst u deze ode aan verbrand rubber. KP is zodanig snel dat de onderlinge tijdsverschillen er erg groot kunnen worden. Tussen Snijers bijvoorbeeld en de tiende in de tussenstand valt er daar probleemloos supplementair een kloof van één volle minuut. Laten we de beste vijf Belgen even van bovenuit in de gaten houden.
De Opels van der Maas en Consul zijn duidelijk de meest spectaculaire wagens. Zij gaan bij de geringste richtingsverandering fors dwars tot groot jolijt van het aanwezig. Guy Consul had een goede 2 minuten voorsprong op zijn merk en gauwgenoot van der Maze. Al viel deze laatste onophoudelijk verwoed aan in de hoop zijn collega alsnog te pakken te krijgen. José Larep had een kleine 3 minuten voorsprong op Van de Wouwer en de Quattro, waarna de groep B-wagens van Keller en Herwig Nelissen de top 10 volmaakten. De kapel in Walshoutem is telkens jaren verzamelpunt voor grote groepen toeschouwers, al was er ditmaal door de parcourswijziging maar weinig echte sensatie te beleven. Op die manier geraakte ook de zeer lange Haspengouw rally aan de eindmeet. Van de Wouwer was zeer tevreden eindelijk nog eens een valabele uitslag te hebben behaald. Zij het dan een eind van Larep verwijderd. Guy Consul werd in laatste instantie nog door Van der Maze voorbijgestoken toen hij de achterbrug brak na een foutje op Brustem.
Regin Ster en Droogmans finishten na elkaar derde en tweede. Kankunen behoorde tussen beiden in te zitten, maar die werd door de technische commissie uit de uitslag verwijderd omdat bleek dat hij te grote remschijf had gebruikt. Aan snijersmeesterschap kon ook zondag niemand meer tornen. De man die al enkele jaren vergeefs naar een Europese zege op zoek was, won moeiteloos voor de vierde keer van het seizoen. De 24 uren van Ypres, een monument op de Europese kalender, ondanks de politiek geïnspireerde degradatie op de waardeschaal. Ypres is iets aparts, heeft een eigen sfeer en vooral een eigen karakter door de aanwezigheid van grote vedetten zoals Bernard Darniche en Jean Ragnotti, om slechts de voornaamste te noemen. Het Ypresse marktplein loopt traditioneel afgeladen vol wanneer de rallyhelden de eerste lange nacht ingaan. Kersverse Corsica-winnaar Jean Ragnotti zat voorop in zijn nieuwe Renault 5 Maxi Turbo. Snijers volgde, maar bleek compleet gedemoraliseerd na de motorbreuk van de vooravond, waardoor hij met een trage reservemotor van start moest. Bernard Darniche met de Peugeot en Andrea Zanuzzi waren de vedetten bij uitstek voor de eindzege, terwijl de overige Belgen, evenals de heren Pregliasco met de tweede West-Lancia en Jimmy McRae met een privé Opel, voor de figuratie leken te moeten zorgen. Van meet af leek de wedstrijd uit te monden in een duel tussen de jonge Italiaan Zanuzzi en de ervaren Fransman Ragnotti, die evenwel over geen enkele Belgische ervaring beschikte en aanvankelijk wat aanpassingsproblemen kende. Snijers viel met de moed der wanhoop aan, wat tot aanmoedigingen van de Italiaanse Tregazelle koploper leidde, en Darniche had problemen met de ophanging van zijn Peugeot. Tussen Consul en McRae mocht vuurwerk verwacht worden, vermits de Brit erop uit was zijn meesterschap te manifesteren. Marc Duwé vormde eindelijk eens het juiste tegengewicht om La Rep van een op voorhand vaststaande zege te houden. Snijers kon in Ypres niet voluit zijn kansen gaan. En dat viel te betreuren, daar hij precies tegen Ragnotti en Zanuzzi voor een faire strijd had kunnen zorgen. De Renault-kopman ging zich steeds beter aan de Vlaamse heuvelen aanpassen en het was duidelijk dat Zanuzzi niet per definitie zou winnen. Darniche verloor de glimlach bij, evenals Consul die kloeg over een te harde ophanging en Pregliasco die vond dat hij een afvalbak moest besturen. McRae stond op een onverwachte derde plaats en Duwé was na de eerste ronde leider in groep A. Droogmans volgde de kopgroep van op een vijfde plaats. Ook op het snelle asfalt van Ypres kan spektakel worden verzorgd.
De onderling hevig vechtende vedetten zorgden voor een eerste klas kijkstuk, waarbij vooral de piloten van de klassieke auto's als de Opel Manta of de Rover Vitesse van Marc Duet de gunst van het publiek verwierven. Francis Vincent was aan de start verschenen met Willy Lux en de Gabin Porsche, maar die ging al te vlug stuk. Van der Maze en Regin Ster presteerden haar best vermogen, waarbij deze laatste nota bene één ronde een onverwachte maar stimulerende vierde plaats bezette. Robert Droogmans was ziek aan deze wedstrijd begonnen. Een slecht verteerd avondmaal weerhield hem aanvankelijk van beter, en toen dan bovendien het sperdifferentieel dienst weigerde, kreeg de RAS-serviceploeg werk bij. Ook de teams rond Darnish, Colsoul en Pregliasco moesten spoedig aan het werk. Hun piloten kampten met meerdere onverwachte problemen. Op 2 kilometer van Dijn hebben we de Cardan overgereden en zijn we op heel trage snelheid naar de finish gegaan en dan verliezen we ongeveer 1:30 en dan op de verbindingstuk hebben we nog 3 minuten verloren, maar nu is het gerepareerd, we hebben tijd genoeg en ik denk dat we terug kunnen komen op de 4e plaats, misschien op de 3e, ik weet nog niet, maar we gaan terug aanvallen. Na het invallen van de duisternis ging Ragnotti zijn greep op de wedstrijd vergroten. Hij mocht zelfs met een kleine voorsprong van 9 seconden gaan rusten, nadat zijn Italiaanse tegenstander, met nog slechts enkele kp's te gaan, werd verrast door een defecte achterbrug en een weigerende ruitenwissel. In de stortbui van zaterdagochtend was dat zeker niet ideaal. McRae had zich op een onverwachte 3e plaats gewurmd voor ons nationaal toptrio Droogmans, Snijers en Colsoul. De groep A was nog steeds voor Duet, maar Larep en Viane kwamen geleidelijk aan in vorm, al werd deze laatste door een nukkige motor achteruit gestuurd. Flori Roodhaar bleef dicht in de buurt van de top zitten, terwijl de Italiaan Raineri ging rusten van op de beste plaats bij de voorwiel aangedreven auto's. De Ieperse zoning is een van de vaste afspraakpunten voor de rallyliefhebber, omdat je niet vaak een keuze aan sterartiesten in elkaars wielen ziet rijden. Het is echter ook een proef waar je als piloot meer kan verliezen dan winnen. Spektakel is uit een boze en wordt slechts gegeven door hen die zich geen zegenkansen meer toemeten.
Regin Ster maakt er zijn eerste fout in RAS-dienst. Zowel de Haspengouw als de eerste Ypernacht waren zo voortreffelijk verlopen dat hem die jeugdzonde moest worden vergeven. Al leidde ze onrechtstreeks tot zijn opgave nadien. Bescheiden voorsprong, die bij het ingaan van de slotnacht 21 seconden bedroeg. Maar snel steeg toen Ragnotti op Sillebeke 4 minuten langs de weg ging liggen. De suprematie van deze twee werd duidelijk toen Ragnotti, ondanks zijn slipper, ruimschoots tweede bleef voor McRae, die zijn voorsprong op Droogmans behield. Patrick Snijers had zich terug naar een vijfde plaats gewerkt en was vervolgens ook van plan Droogmans aan te vallen. Maar schuivers als deze hier speelden hem parten. Regin Ster zou enkele ogenblikken later definitief uit de race verdwijnen toen de motor verder dienst weigerde. Zo schoof Pregliasco alweer een plaatsje op. Tussen Larep en Duwé werd een kat-en-muisspelletje gespeeld. Larep kwam voorop toen Duwé een stuurfout maakte en daarbij de achterbrug beschadigde. De Austin Rover fabrieksrijder kwam echter terug tot hij zijn Vitesse definitief op een boom plantte. Van der Maze moest eruit met motorpech en Roodhaard kreeg op die manier de eer beste privégroep B te worden. In groep A waren de voortrekkers aan de eer. Pierre Dumoulin deed het knap met zijn kadet GSI. Maar hij moest de hele wedstrijd lang het meesterschap van de Italiaanse aankomende vedette Raineri verduren. Pech voor het drietal goede zeunen Vermeers de Mevius. De West-Vlaming gaf op na een nieuw remprobleem. Vermeers en de Mevius braken beide de aandrijving en vielen ver terug. Tange geraakte net niet in de top 10. En toch was het Ragnotti die naar de zege jumpte. In de laatste instantie brak Zanuzzi de achterbrug en werd tot opgave gedwongen.
Dat zette Jimmy McRae op een even onverwachte als ruimschoots verdiende tweede plaats voor Robert Droogmans. Patrick Snijers werd na een memorabele wedstrijd toch nog vierde, voor Colsoul, die pas in laatste instantie vol gas kon gaan. Regin Ster haalde de finish niet en Pregliasco maakte ternauwernood. De Italiaanse veteraan ploeg steen en been over zijn auto, waarmee hij niettemin zesde werd. Auto's zijn seriewagens waaraan slechts het strikte minimum aan wijzigingen mag worden uitgevoerd. Een goede auto heeft ten minste 120 pk en kan voor- of achterwiel aangedreven zijn. De favoriete auto van de jongste jaren is de Corolla, 140 pk sterk en bijzonder hanteerbaar op het terrein. De Bianchi Rally is er eentje met een heel apart karakter. En dat is te wijten aan de toestand van het gladde, versleten asfalt dat de talrijke deelnemers tot voortdurend aanpassen van de rijstijl noopt. Het is een traject dat je perfect van buiten moet kennen. Of je wordt hopeloos op een afstand gereden, zoals de buitenlanders steeds weer moeten ondervinden. Ditmaal kwam die vreemde tegenstand uit Nederland, vertegenwoordigd door onder meer deze Jan van der Marel, John Bos en Zweedse inwijkeling Stig Andervang, stuk voor stuk op zoek naar kampioenschapspunten. De proloog op een reusachtige parking in het hartje van Charleroi was een originele aanloop naar het ernstige werk en werd onder het oog van de RTBF-camera's gereden. Voor Thierry Regensteyr al meteen het begin van het einde, toen een olieleiding brak, wat meteen na deze proef tot de opgave zou leiden. En dat precies in de rally waar hij het allemaal wilde gaan bewijzen. Interessant om volgen waren ook nog de huur Opel Ascona van Jean Deschenes, die dit seizoen voor het eerst een grote sponsor had kunnen aantrekken. En de Gabon Porsche waarmee Carolinger Guy Hendricks de kleuren van Canal 13 verdedigde in zijn optreden met een dikke groep B. Patrick Snijers was nu eens niet de snelste starter. Die eer was voor Guy Colsoul weggelegd, die de halve eerste ronde voorop reed en in de Bianchi steeds uitstekend in zijn schik is. Pas nadien kwam Snijers goed op dreef, terwijl Droogmans tijd verloor toen de Rijkswacht zijn Porsche-uitlaat te lawaaierig vond. Guy Hendricks nestelde zich vlak na deze kopgroep op de vierde plaats. Hierin geholpen door het zware ongeval van de jonge Nederlandse quattro-rijder Bos, gekoppeld aan onze landgenoot Lambert Peters. De groep A verloor al vroeg zijn eerste leider Larep, toen diens motor brak, waardoor Goede Zeunen voorop kwam. Die diende in die fase nog slechts de tijden van Van de Wouwer te volgen. Zowel Stig Andervang als Dirk Vermeers deden het in die eerste uren wat minder goed
en moesten gaan achtervolgen. Jan van der Marel dacht slechts aan uitrijden en punten verzamelen. En Jean de Chen wilde ook wel eens een keer de finish zien. Zij maakten de top 10 vol. Na de rust zou er weinig meer veranderen. Snijers had zich rustig gehouden toen Robert Droogmans als een wilde man zijn achterstand ging goedmaken en met slechts 15 seconden verschil was gaan slapen. Die wilde hij meteen vanaf de restart goedmaken op de snelheidsproef van Chimay, maar daarbij ging de motor in de poeier. Iets wat hem even later de opgave zou kosten. Op die manier zou het slot van de wedstrijd tamelijk monotoon worden. En werd de aandacht toegespitst op de overwinning in groep A, waar Gabi Goedezeune plots een ontketende andervang op de hielen kreeg. Van de Wouwer had immers door pech de aansluiting verloren en Vermeers kon nooit meer dicht genoeg in de buurt komen. Ter aankomst was Jean de Chen uiterst gelukkig een heuse uitslag aan zijn sponsor te kunnen voorleggen. Terwijl Dirk Vermeers eindelijk nog eens de vreugde genoot een ereplaats behaald te hebben, met Van der Wouwer in zijn kielzog. Soulet en Van der Marel reden op hun bekend rustige wijze naar de finish toe, op weg naar knappe ereplaatsen. Omtrent de groep A-zegen gebeurde er wel nog heel wat. Goedezeune zou immers tijdens de laatste doortocht op Reims op dezelfde plaats als voordien Bos van de baan gaan en daardoor de weg vrijmaken voor Stig Andervang en diens Ford Escort Turbo. Guy Hendricks was een gelukkig man. Voor het eerst had hij met een grote auto kunnen rijden en meteen besloot hij met een derde plaats, weliswaar op een kwartier van voorganger Colsoen. De Landenaar kon in deze Bianchi de schade tot slechts 4 minuten beperkt houden, in het spoor van een rustig dominerende Snijers die zijn tweede Europese en zijn 5e overwinning in totaal behaalde. Hem werden toen al beloften voor 86 gedaan, indien hij de titel weer opnieuw zou behalen. Patrick, met een ruime voorsprong in het kampioenschap, hoe start je nu zo'n rally als vandaag? Ik denk misschien iets meer ontspannen, omdat we toch niet absoluut moeten winnen om punten te halen. Maar misschien omdat we nu minder stress hebben, dat we toch vlotter kunnen rijden voor de overwinning. Ik weet het niet. We gaan het afwachten, het is nog vroeg. En na enkele speciale ritten gaan we dat wel zien.
na de Bianchi is dat klassement wel een beetje veranderd en zijn we dus tweede geworden. En ik vind dat we nu hier toch moeten proberen om die tweede plaats kunnen te bouwen. De Snijers is onklopbaar met die Lancia. Dus wanneer wij dan toch nog voor de Porsche kunnen blijven, dan hebben we toch nog eens iets bewezen dit jaar. Deze rally vatten wij aan, gelijk we alle andere rallies, maar misschien iets minder gemotiveerd omdat het kampioenschap dan toch verloren is, maar alleszins proberen we te winnen. Is het van de andere kant niet een beetje frustrerend dat je nu moet zeggen, ja, aan Snijers is niks te doen? Ja, maar ik denk niet dat het voor mij alleen frustrerend is. Ik denk dat het verdeeld peloton zo is. En ik denk dat het ook voor Snijers frustrerend wordt om moeten te zeggen, ik ben altijd vooraan. Ik weet op voorhand, want hij mag niet uitvallen. Hij is wel te verslaan. Dat hebben we in de Bianchi gezien en dat hebben we dit jaar nogmaals gezien. Maar het enige probleem dat er is, dat is dat ik gans de tijd op 100% moet. En dat Patrick het kan doen aan, laat ons zeggen, 90% van zijn kunnen. En dat is het probleem voor mij. Dus ik start een rally en ik finish een rally altijd alles wat erin zit. En dat is het probleem voor mijzelf. Maar hij is te verslaan. Elk jaar weer kampt de omloop van Vlaanderen met een ontstellend gebrek aan deelnemers en toeschouwers. En dat was ook dit keer weer zo. En toch mondde precies deze rally uit in de knapste thriller die we de jongste 5 jaar mochten meebeleven. Snijers bekloeg zich over een rondspringende Lancia en moest Robert Droogmans meteen 4 kp's op rij laten winnen alvorens hij een antwoord klaar had. In die aanvangsfase moest Guy Colsoul nog duidelijk plooien voor Regin Steyr, die over veel meer pk beschikte, ook al zette de vliegende melkboer zich nog zo in. Paul Liétard zat op eenzame hoogte tussen de grote groep B-auto's en de beste groep A-wagens in en hield zich vooral bezig met het plezieren van de toeschouwers. THC-wedstrijdleider Yvan Vianen was de eerste leider in groep A, ondanks dat hij snipverkouden aan de wedstrijd was begonnen en van een arts een paardenmiddel kreeg toegediend. La Rep was op Ardooien immers van de baan gegaan en had daarbij de zijruit gebroken. De overige groep A-vedetten zaten dicht bij elkaar. Goede Zeunen vocht met een haperende versnellingsbak, Tange en Dumoulin deden het gewoon goed, terwijl Vermeers slechts zelden het juiste vermogen uit zijn Corolla wist te halen en Probst zich eindelijk als een ware challenger kwam aanmelden. Terwijl Robert Droogmans van zijn onverwachte maar oververdiende leidersplaats zat te genieten, sakkerde een verbeterd terugvechtende Snijers over onaangepast bandenmateriaal, waardoor het onderlinge verschil tot 10 seconden groeide. Achter deze twee ging de toestand zich stabiliseren met groter wordende afstanden tussen Regin Steyr, Colsoul en Lieta. Maar in groep A was La Rep al terug vooraan gaan postvatten nadat Vianen was lek gereden op Mandes, waardoor Goede Zeunen opnieuw in diens buurt kwam. Dumoulin werd van zijn kant door het beperkte vermogen van zijn kadet opgehouden. In groep N waren Alain Lopez en Koen Notens aan de leiding gegaan voor Louis Mast. Wij willen dus gewoon bewijzen dat je met een gewone seriewagen ook kunt rallyrijden. En het bewijs is er, het is al de 6e of 7e rally die we gaan uitrijden. Met dat loodje erop, dus zonder ook maar eenmaal die motorkap geopend te hebben. Dit duo rijdt immers in een door de KACB van loodjes voorziene standaard kadet. De strijd tussen de twee kemphanen bleef ongemeen spannend. En Droogmans en Snijers legden de derde ronde in exact dezelfde tijd af. Iets wat verderop
door de eveneens nek aan nek strijdende groep A-tenoren Larep en Vianen werd nagedaan. Hun Asconas maakten korte metten met de overige groep A-zegepretendenten. Iedereen zich om een welverdiende rust ging bekommeren, bleek in de telkamer dat Droogmans en Snijers perfect tijdgelijk het hele eerste deel hadden afgelegd. 260 kilometer op topsnelheid had hen dus niet kunnen scheiden, zodat Snijers er plots weer in ging geloven en Droogmans zich al bij de feiten wilde neerleggen. Regensteer, Consul en Lietard volgden dat spelletje van op een afstandje, waarbij de jonge Waal ruim 5 minuten had moeten prijsgeven en Consul plots op de hielen zag zitten. Ook in groep A was er nog geen beslissing tussen de vedetten gevallen. Alleen werd steeds meer duidelijk hoe snel de beide Asconas wel waren. Opvallend hoe die oude karren, de nieuwerwetse auto's, het nakijken bleven geven. Et on a toujours notre capot qui est plombé. Hein. Ça, c'est unique. Hein. C'est la première fois qu'on voit ça hors rallye international. Bekijken we nog eens even alle toonaangevende figuren uit deze spannende omloop van Vlaanderen. De slotdag kreeg Alain Lopez het nog even heel fel te verduren van Louis Mast, maar hij hield niettemin stand tot aan de aankomst. Streekrijders Klaarhout, Tange en Dumoulin mochten op een boeiende wedstrijd terugkijken, waarbij de Opelrijder nog net de top 10 haalde. Ter aankomst bleek Jean-Claude Proopst voor het eerst dit seizoen een gelukkig man, nu hij de escort naar een 9e plaats had kunnen sturen in het zog van Gabi Goedezeulen. Het volstond echter nog lang niet om de Asconas te volgen. Die geraakten pas aan de aankomst echt gescheiden toen Vianen de versnellingsbak brak. Lietard behaalde alweer een ereplaats na zijn groep N zegen in Ypres en de Peugeot Cup. Maar hij was geen partij voor Consul en Regensteer. Deze laatste moest zich in het zicht van de finish nog gaan reppen toen Consul plots vleugels had gekweekt en zijn Manta tot ongelooflijke dingen dreef. Zowel Snijers als Droogmans gingen nog heel even van de baan in deze Hitchcock-thriller, waarbij het onderlinge verschil tot 22 seconden groeide. Die reed Snijers dan in de slotfase op 2 na allemaal weg. Voor Droogmans geschiedde evenwel het ongelooflijke. Hij behaalde dit jaar een onmogelijk gewaande overwinning met Ronnie Joosten als vaste gezel naast zich. We'll be right back.
In de slotmanche van het kampioenschap wordt telkens uitgepakt met een grote vedette. Dat was ditmaal Guy Fréclin, die duidelijk was ingehaald om Paul Soel het leven zuur te maken met een identieke Heimbach Manta. Overige buitenlanders zouden veel minder partij zijn voor de nationale top. Chin uit Monaco, Walfridsson uit Zweden en de Zwitserse Lancia-rijder Nicot konden op een ereplaats rekenen. Interessant was ook de deelname van de kersverse nationale kampioen, de amper 20-jarige Pascal Gabon. Meteen na de start ging Patrick Snijers aan de boom schudden tot hij de verkeerde banden koos en Droogmans enkele KP's ging winnen. In deze schijnbaar uit Portugal of Sanremo verloren gelopen Condros bleef het verschil tussen de Manta-rijders tot seconden beperkt. Al verkondigde Fréclin, aan wie het wilde horen, dat hij met zijn eigen officiële Manta had kunnen winnen. De overigen vielen in deze strijd wat uit de toon. Regin Steyr kon niet echt aanklampen, maar bleek toch nog een heel stuk sneller dan de rest met Walfridsson en Gabon als koplopers. Nicot had na een sterk debuut moeten opgeven en Larep wist zich sneller dan de Porsche van De Ville de Goyer, een preparateur die doorgaans klimkoers rijdt. Probst volgde nog goed in het spoor van Larep en was sneller dan Vianen, terwijl de Asconas van Nelissen en De Schen aanspraak maakten op een goede eindrangschikking. Snijer schuwde voor één keer het spektakel niet, doch vergrootte zijn voorsprong nog tot 17 seconden. Maar dat was lang niet genoeg om comfortabel op zijn lauweren te kunnen rusten. Droogmans bleef alert. Fréclin begon zijn eerste KP's te winnen en afstand te nemen van Col Soel, die zich evenwel kranig weerde en op geen enkel moment zichtbaar moest onderdoen voor de vice-wereldkampioen van 81. Achter deze stabiliseerden zich de posities tussen Regin Steyr, Walfridsson en de jonge Gabon, die rustig zijn KP's bleef afmalen en trachtte zoveel mogelijk ervaring op te doen.
Zondagmiddag kon je deze prachtige herfsttaferelen meemaken. Al hadden de piloten zelf daar wellicht niet zoveel oog voor. Droogmans wilde immers van geen wijken weten, nu hij een roeselare van de zegenchampagne had geproefd. En tussen Fréclin en Consul was het laatste woord nog lang niet gezegd. Larep had zich bijna moeiteloos van elke tegenstand losgerukt en schoof in de algemene rangschikking al snel een plaatsje naar voren toen Gabin van de baan sukkelde en later tot opgave werd gedwongen. De Ville de Goyet reed zeer regelmatig tot hij vlak voor koerseinde versnellingsbakproblemen kende en naar de diepte van het klassement verzeilde. Bleef het boeien. Snijers moest even iets te lang servicen, kwam te laat aan een tijdcontrole en werd met 20 seconden bestraft, zodat een dichtopzittende Droogmans korte tijd de leiding mocht overnemen. Fréclin bleef zich ontevreden tonen over zijn eigen voorbereiding en wilde meteen opnieuw vertrekken om met zijn eigen auto de beide leiders partij te geven. Achter hem bleef alles bij het oude. Yvan Vianen was zeer tevreden met zijn tiende plaats, waardoor hij tweede werd in groep A na een ongenaakbare Larep. Jean Deschaine werd weliswaar geklopt door Herwig Nedissen, maar was zeer opgetogen over zijn geslaagd seizoeneinde. Larep werd voor de tweede opeenvolgende keer groep A kampioen. Dat hij dat deed met een weliswaar op en top geprepareerde, maar niettemin oeroude Ascona, spreekt boekdelen. Grensland Rally winnaar Walfridsson, Regensteer en Consul bleven op hun posities net buiten de top 3. De Franse Opel-vedette Fréclin, bijgenaamd Grizzly, beperkte de schade in deze Condros tot iets meer dan 4 minuten. Maar werd niettemin geklopt door het duo Droogman-Snijers, waarbij deze laatste snel terug aan de leiding was verschenen om nog met 39 seconden voorsprong te finishen. Hij behaalde zo zijn 6e Belgische seizoenszege en zijn 4e Europese, na eerder in Zwitserland de Rallye du Valais aan zijn palmarès te hebben toegevoegd. Logisch dus dat hij en zijn co-piloot Danny Kolenbunders voor de 3e opeenvolgende keer met de landstitel gingen lopen.